Culturele optredens, de Oosterse keuken en producten die je hier niet snel in de winkel ziet liggen. De Aziatische jaarmarkt Pasar Malam vindt dit weekend weer plaats in de Nijmeegse Jan Massinkhal. Voor de regio is dit een uitgelezen kans om kennis te maken met een misschien wel onbekende cultuur. De Jan Massinkhal is dit weekend omgetoverd tot een bruisende Aziatische markt. De Pasar Malam. Bezoekers ervaren hier een mix van kleuren, geuren, smaken en tradities uit de Aziatische cultuur. Ja, ik zou bijna willen zeggen, wat kom je niet tegen? Je zou eigenlijk kunnen zeggen, er zijn twee grote groepen. We hebben de gewone standhouders met allemaal producten. En dan hebben we natuurlijk de restaurants en de snackcorners. Van traditionele saté en lumpia's tot geurige rijstschotels en zoete lekkernijen. De markt brengt op verschillende manieren deze smaken van Azië naar Nijmegen. Restaurants die hebben saté, maar die hebben ook volledige maaltijden. Maar die hebben ook bijvoorbeeld chendol, wat een speciaal ijsje is. Een koele drank met allerlei soorten vruchten. Dat is eigenlijk één deel. Hè. Mensen komen hier altijd op de markt om lekker gezellig te eten, lekker te zitten met elkaar. En weer een beetje terug te gaan naar vroeger. Van, hey, ik kan nu weer eens echt authentiek eten, wat ik vroeger ook had. Er zijn niet alleen eetkraampjes te vinden, maar ook verschillende producten en ambachten te zien. Veel van deze producten zijn authentiek en geven een kijkje in de cultuur van Aziatische landen. Dan zie je gewoon mensen met allerlei cremetjes staan. Maar je ziet daar ook met kleding, batok kleding. Maar ook, laten we zeggen, met houtsnijwerk. Volgens organisator John van Hees is het belangrijk dat de Aziatische cultuur ook in Nederland blijft bestaan. Nou, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, want er zijn mensen natuurlijk ooit uit andere culturen, uit andere landen hierheen gekomen. Nou, en ik weet niet of je iets weet van Nederlanders die bij wijze van spreken geëmigreerd zijn naar Australië of naar Amerika. Ja, waar je geboren bent, dat zit toch gewoon, dat zijn je roots, die zitten toch in je lijf. En omdat er dan allerlei mensen hierop afkomen, het is een soort trefpunt, is dat natuurlijk ook... Ons kent ons. Er komen soms mensen uit Groningen en er komen soms mensen uit Limburg. En die treffen elkaar dan hier in Nijmegen.